sociaal onrecht is mijn grote drijfveer. En ook het besef dat het echt veel beter kan. Als je invloed wil uitoefenen, dan is de politiek de plek om dat te doen. Salima Belhaj is 33 jaar, zit sinds 4 jaar in de gemeenteraad voor D66 en is al ruim 10 jaar actief in haar partij. Leo de Klein is 53 en sinds 6 jaar lid van de gemeenteraad in Rotterdam voor de SP. In het verleden was hij onder meer actief in Links Rotterdam, de lokale voorloper van GroenLinks en de Vredesbeweging. Beide zijn fractievoorzitter en beide zijn kandidaat voor de Tweede Kamer. Maar wat drijft hen in de politiek? Als mensen mij dat vragen, dan is het in brede zin altijd gewoon verbetering van het land, de wereld enzovoort. Omdat ik echt denk dat het gewoon veel beter kan. Dat we toe hebben gelaten in land als Nederland, ook in een stad als Rotterdam. Dat in plaats van verbetering van allerlei publieke voorzieningen, of je daarover onderwijs hebt, of over zorg hebt, of over het openbaar vervoer, dat dat eerder slechter is gegaan. En nu slechter is dan 20, 30 jaar geleden. En dat vind ik echt ongelooflijk om dat te moeten constateren. Omdat in diezelfde periode we met z'n allen alleen maar rijker zijn geworden. Ik ben ooit politiek actief geworden. Ik denk in 2001 ongeveer, ten tijde van de integratiedebatten in Rotterdam. En was toen ook lid van D66. En ben eigenlijk erin gerold. Ik heb ooit eens heel simpel een test gedaan en uit die test kwam D66. En toen ben ik me daarin gaan verdiepen en ben ik erachter gekomen dat D66 een partij is die heel erg gaat voor ontwikkeling en voor onderwijs, voor eigen verantwoordelijkheid, voor zelfredzaamheid. En dat zijn eigenlijk allemaal dingen die ik in mijn privéleven belangrijk vind en daarom past die partij zo goed bij mij. Kamerlid word je niet zomaar. De partijtop moet het wel in je zien zitten. D66-partijvoorzitter Ingrid van Engelshoven legt uit waarom Salima Belhaj een goed Kamerlid zou zijn. Het is een enthousiast politicus die ook met echt laat zien dat ze met twee benen in de samenleving staat. En die ook echt ons kan helpen om de partij verder uit te bouwen. Net zoals dat in Rotterdam heeft gedaan, daar de aanhang vergroten. Hopen we dat ze dat vanuit de Tweede Kamer ook gaat doen. Ook de SP heeft een kandidatencommissie. Een Tweede Kamerlid Sadet Karabulut zit daarin. En ze kent Leo de Klein goed. Hij weet waar hij heen wil. Hij weet wat hij wil veranderen. En ook hoe, want dat heeft hij ook wel in de praktijk bewezen. Ik denk dat heel veel Rotterdammers het ook zullen bevestigen dat hij als geen ander zich bewust is van het feit dat als je dingen wil veranderen, dat je dat samen met de mensen moet doen. Dus ik denk dat hij ook in staat is onder al deze druk gewoon lekker zichzelf te blijven en voor Rotterdam, maar dan ook nog eens voor het hele land opeens, want dat is het leuk als je Kamerlid bent, er het beste van te maken. De Klein maakt de meeste kans om in de Kamer te komen. Hij is 19e op de SP-lijst. Belhaj is 15e op de D66-lijst, dus dat gaat erom spannen als we de peilingen moeten geloven. En waar gaan ze het als eerste over hebben als ze er eenmaal zitten? Ik zou heel graag het onderwerp volkshuisvesting doen. Dus alles wat met sociale huur en corporaties te maken heeft. En ik heb wel het een en ander te zeggen over de schandalen die met Vestia zijn ontstaan. En wat dat ook wat mij betreft betekent dat die sociale volkshuisvesting op een andere manier, op een kleinschaligere manier en meer voor de huurders ingericht zou moeten worden. Nou, ik hoop natuurlijk dat mijn medespeech een heel belangrijk debat is. Maar ik kan me voorstellen dat het zou gaan over cultuur of integratie. En morgen gaan we kijken hoe de kandidaten hun kiezers kunnen bereiken via internet. Als je zo'n fundamenteel belangrijk instrument niet goed begrijpt, ja, dan mis je een aantal basisvaardigheden, denk ik, voor de moderne politicus.